Leuk dat je weer kijkt. Ja. Deze microfoon vond het niet zo grappig om in de regen te zijn. Dus ja, die doet het niet meer. Maar inmiddels een nieuwe besteld. En ik hoop dat dit een beetje dezelfde kwaliteit is. En anders moet je het me vooral laten weten of ik wel of niet goed te verstaan ben. Vandaag het vierde chakra, het hartchakra. Het is de brug tussen de onderste drie en de bovenste drie chakra's. De onderste drie zijn het aardse, het menselijke en het bovenste zijn de drie goddelijke, kosmische bewustzijn. Via het hartchakra, via dat vierde chakra, gaat dus de poort open naar naar de hogere chakra's. En je kan niet in de onderste drie blijven, want dan werkt het bovenste niet. En als je alleen maar bovenin bent, dan word je zweverig en dan kan je de onderste drie, dan sta je niet stevig gegrond. Dus ook dat is weer van belang. Dus het is echt van belang om die chakra's in balans te krijgen. Echt vanaf je puntje, of ja, van je kruin tot aan je voeten en van je voeten tot aan je kruintje, gewoon echt alle zeven. Dus dat vierde chakra is de verbinding tussen lichaam en geest. En tussen jezelf en anderen. Tussen de onderste drie en de bovenste drie chakra's. Jouw hartchakra zegt het al, hè? Je opent je hart. Als je hart dicht is, is de relatie met anderen niet goed. Dit chakra opent zich door middel van vergeving, maar sluit zich door middel van verdriet en pijn, teleurstelling, angst, verlatenheid. Dit wil jij nooit meer voelen, dus gooi je hart dicht. Je kunt hem weer openen door middel van vergeving. Zo heb ik ook innerlijk kindwerk gedaan. En dan komt er zoveel pijn naar boven, of je kan ook zeggen via je hart eruit, dat ik met kruiken op mijn hart wekenlang heb gelopen om maar de pijn te verzachten. Om het innerlijk kind te troosten. Dus er komt dan veel troep uit, net als een wond waar veel troep uit moet. Er komt veel verdriet uit dat hart en zo ook bij een dark night of the soul. En door middel van vergeving, jezelf en anderen, gaat het hartchakra open. En zuiver je de hele boel op en wordt het hartchakra geopend en geschoond. En kun jij compassie, medeleven, begrip, onvoorwaardelijke liefde voelen. En dan ga je niet claimen en dan laat je een ander vrij. En je wilt geen controle meer uitoefenen. En je wilt alleen maar het beste voor een ander. En je ziet in de ander een andere versie van jezelf met een ander leven, die een ander leven leeft. Als het hartchakra geblokkeerd is, zullen die verstoorde energieën zorgen voor eenzaamheid, verdriet, pijn, gemis, gebrek. Je voelt je gekwetst, je voelt je alleen. Je bent bang om afgewezen te worden. Dus vergeef jezelf en vergeef een ander. Het draait bij het hartchakra nu eenmaal om liefde. Liefde voor jezelf en liefde naar anderen toe. Het is de poort naar God. De toegangsticket. Het toegangskaartje naar het hogere. Hier vind je ook innerlijke rust. Ik heb ook wel eens gehoord van, ja, maar Mireille, hoe kan je nou iemand vergeven? De narcist in dit geval bijvoorbeeld. Na alles wat hij je heeft aangedaan of wat ze je heeft aangedaan. Ja, toch is vergeving de weg, de manier. Echt, zo is het bij mij ook gegaan. Vergeven. En ja, dat kan. Echt waar. Want het zet jou ook vrij.
Want het kwaad en de haat en de wrok en de boosheid en de wanhoop en de machteloosheid, dat houdt jou in een gevangeniscel. Je kunt jezelf daarvan bevrijden. Jezelf ervan verlossen. Door de ander te vergeven. En door te denken van ja, die persoon had veel verdriet in zich. Daarom kon hij mij verdriet doen. Daarom kon zij mij verdriet doen. Want iemand die pijn heeft, doet een ander pijn. Jouw hart. Jouw bloedsomloop. En jouw bloed. Zijn in het gebied van het hartchakra. Die organen, dat heeft met het hartchakra te maken. Wanneer jouw hartchakra in balans is, ben je geliefd. Je voelt je geliefd. Je kunt liefde geven. Het stroomt. Het is warm in dat gebied. Je hebt compassie, begrip. Je bent warm naar anderen en naar jezelf toe. En je bent open. Je stelt jezelf open op. En ja, als je nog dingen verlangt van anderen in de buitenwereld, dan heb jij dus dat jezelf nog niet gegeven. Dus dan kan je weer terug naar die onderste drie chakra's. Van hé, zelfliefde. Wanneer er een onbalans is in jouw hartchakra, dan voel jij je gebroken. Jouw hart kan gebroken zijn door een liefdesbreuk. En zo ervaar je dat ook echt. Je voelt je ongeliefd. Veel relaties gaan kapot. Vriendschappen. Je levenspartner. Collega's, daar loopt het niet soepel mee. Je hebt, als je hartchakra ook dicht is, of niet helemaal open, weinig empathie. Je bent dan haatdragend. Je zoekt de fout bij een ander. Je legt de verantwoordelijkheid bij een ander. Door de ander voel ik me zo. Je hebt problemen om te vertrouwen. Om andere mensen toe te laten. Je bent intolerant. Je kunt niet veel hebben. Het hart is dicht. Wanneer je een overactieve hartchakra hebt, kun je jaloers zijn. Bezitterig. Codependent. Opofferend. Jezelf wegcijferend. Je geeft te veel van jezelf. Dus overactief is ook niet goed. Dan denk je, ja, een teveel hart kan toch nooit genoeg zijn, kan toch nooit gek zijn? Nee, dat is ook niet goed. Codependent zijn. Want dan geef je ook weer uit een gebrek en uit een gemis. Dus dan is jouw hartchakra overactief. Jij hebt maar altijd willen redden en geven en pleasen. Dan is die overactief. Dus het is heel belangrijk om ja, die in balans te krijgen. Open dat hartchakra. Door middel van vergeving kun jij vandaag iemand vergeven. Voor wat die ander gedaan heeft. Waardoor jij je verdrietig voelt. Dat is de weg. Voor mijn gevoel is dat de reden waarom wij hier op aarde zijn. Om elkaar te vergeven. Elkaar te leren zien als een andere versie van onszelf. Ben jij bereid om een ander te vergeven voor wat hij gedaan heeft? Heb je ervan geleerd? Ja. En pak de verantwoordelijkheid zelf. Want de buitenwereld is een weerspiegeling van jouw binnenwereld.
was het hartchakra. Morgen het vijfde chakra, het keelchakra. Ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Bedankt, tot de volgende.